Dit is dus het kerstcadeau wat ik ga geven aan Ella. Hoi. Ja. Kijk eens in het dashboardkastje. Waarom? Jij is stiekem, hè? Oh, dit is perfect! Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ga gelijk de deur uit, want ik ga richting Smit Optiek's. Want ik ga kijken voor een nieuwe zonnebril voor mij, voor Ella waarschijnlijk. En misschien dat ik ook nog een cadeautje voor mijn vader mee ga nemen, want ik weet dat hij een bril heel graag wil. Dus ik ga kijken of ze die ook hebben. Dus het wordt cadeautjes winkelen vandaag, jongens. En deze keer echt, want nu ga ik gericht naar iets toe waar ik weet waar je goede cadeaus kan halen. Want in Londen, jongens, ik keek mijn ogen uit. Ik keek ook naar de prijs en ik dacht van, laat maar zitten. Kijk eens trouwens naar het weer vandaag, jongens. Het is vandaag weer mistig en ik zie helemaal niks. Het is gewoon compleet wit hier in huis. Kijk dan, als je naar buiten kijkt. Hallo. Je ziet nog net de grond. Ik ga even lekker een koffietje zetten en dan gaan we er gewoon lekker vandoor. Kijk jongens, ik had deze bril van Smit Optiek ook nog, maar Het is gewoon geen bril voor mij. Het is een Dita en dat zijn best wel dure brillen. Maar ik weet niet, ik vind hem gewoon, hij staat mij zo patserig, jongens. Ik vind hem wel hard, daar niet van, maar gewoon, het is geen bril voor mij. Dus die neem ik gewoon weer mee en dan kan ik die weer teruggeven. En dan gaan we eventjes een mooie nieuwe uitzoeken, jongens. Ik heb er zin in. Ik vind Smit die langs altijd gewoon echt leuk. Vandaag is een hele leuke dag, want wij gaan vanavond ook naar Winterparadijs bij de Rai in Amsterdam. En morgen ga ik op wintersport en ik ga ook zelf rijden. Ruben en ik gaan samen in deze auto rijden richting Oostenrijk. Meestal gingen we altijd met één auto, met mijn ouders. Maar deze keer dachten we willen en wat meer spullen meenemen. Ik moet ook veel camera-spullen meenemen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon lekker met mijn eigen auto rijden. Ik vind het misschien ook wel leuk, lekker naar Oostenrijk rijden met dit kanon. Dus jongens, ik heb overal echt zin in. Ik heb ook zoveel zin in wintersport. Oud en nieuw wordt hartstikke leuk, want we gaan of bij mij een feestje geven of überhaupt gewoon ergens een leuk feestje, dat komt altijd wel goed. Er komen nog allemaal hele leuke dagen aan. Ik weet nog niet of ik dagelijks ga vloggen op wintersport, aangezien het gewoon best wel lastig is. Ik kan beter gaan weekvloggen, dat ik gewoon mijn camera meeneem en dat ik af en toe een paar wel leuke beelden film. Want toen ik in ISCO was met de hele mannengroep, toen was ik dus ook aan het filmen. En toen was ik aan het weekvloggen. Toen had ik op een gegeven moment een weekvlog van, wat was het, 10 minuten of 12 minuten. Omdat je gewoon heel weinig momentjes hebt op de piste dat je kan filmen. En als je filmt is het meer van, oh kijk, ik ga links, rechts, hoppa, leuk, weet je wel. Maar je kan niet goed een verhaaltje vertellen, je kan niet goed eventjes praten in de camera. Je ziet helemaal niks, want ik heb een helm op met een bril en weet je wel. Dus het is gewoon wat lastiger. Maar goed, ik moet er nog even over nadenken. Maar jullie gaan sowieso zien wat er allemaal gaat gebeuren en hoe het allemaal gaat daar. Want de weekvlog gaat dan wel gewoon door. Maar ik weet niet of het dagelijks vlog wordt. Dus zijn we weer op dezelfde plek als gisteren. Wat een gezelligheid. Ik heb trouwens ook heel goed nieuws over muziek. Want eind januari ga ik een nieuwe single droppen samen met een andere hele lijpe artiest. Dus jongens, het wordt wat. Ik hou jullie op de hoogte. Daar zijn we, jongens. Smit Optiek. Nou, je kan wel zeggen dat je keus zat hebt hier, jongens. Niet normaal. Daar zijn we weer. En ik heb weer echt een topbrilletje op, jongens. Ik hou zo van dit soort brillen. Gewoon steady, zwart. Dit is gewoon zo nice. En goed nieuws. Ik heb de bril die Ella heel graag wil ook gevonden. Dus die ga ik meenemen als kerstcadeautje. En ik ben benieuwd hoe ze gaat reageren, want ik ga straks het al geven. Zo jongens, dit is ook wel echt een lijpe bril. Ik heb dus eigenlijk nooit dit soort brillen, zeg maar, met hele dunne glazen. Maar ik vind het zo hard, jongens. Ja, dit is wel wat. Kijk eens, jongens. Ik loop met een volle tas brillen weg bij Smit Optiek. Mijn vader, die heeft... Ik laat hem zo wel zien. Ik heb in de auto dus een zonnebril. En die lijkt heel erg op een zonnebril die mijn pa heeft. Maar mijn pa heeft best wel oude en een beetje versleten en dat soort dingen. Dus ik heb voor hem ook een bril meegenomen. En die ga ik hem ook geven als kerstcadeautje. En ik heb natuurlijk die Versace bril van Ella. Ik heb eindelijk mijn kerstcadeau, jongens. Het heeft even geduurd. In Londen wilde het maar niet lukken, maar het is gelukt. En ik heb zelf ook voor mezelf ook twee kerstcadeautjes meegekregen. Dus ik laat ze zo zien, want ik ben er blij mee. En ze zijn dik. Oh jongens, Porsche blijft zo dik, hè. Dat model 911, dat blijft gewoon altijd zo dik. Weet je het ook dik blijft?
Kijk, we waren dus op wintersport en ik heb dus deze bril. Barton Pereira, keer Smit Optiek. Deze bril, dat is ook mijn lievelingsbril, die zit gewoon altijd chill. Het is gewoon altijd, zit die lekker. En deze, heel vaak als ik dan op vakantie was, dan pak mijn pa pak dan deze. Omdat hij denkt dat dit zijn, omdat het zijn bril is. En dan zet hij dus deze op en dan, weet je, dan zeg ik van pa, je hebt mijn bril op. En dan zegt ze van, ja hè, verdomme. En dan zegt hij zo van, nou ik wil er ook wel een, ik vind het wel een mooie bril. Dus bij deze heb ik er ook een voor hem gehaald. Ik vind cadeautjes geven aan mensen altijd zo leuk. Ik ben altijd soms zeg maar bijna hyper om een cadeau aan iemand te geven dan dat ik een cadeau krijg. Ik vind het gewoon leuk om die reactie te zien van iemand die dan helemaal blij is. Dus dat ga ik straks doen. Ik ga straks eventjes lekker richting Haarlem, want ik ga Ella ophalen. Want dan gaan we vanavond naar Winterparadijs. En dan ga ik ook even langs de zaak van mijn pa om zijn zonnebril te geven en daarna langs Ella. En ik moet eerst nog editen, dat was ik even helemaal vergeten, maar ik moet editen. Ik moet nu editen. Oh, dit is het meest kutte moment wat er is altijd. Dat je naar boven loopt en dan wil je je telefoon pakken en dan kom je erachter dat je telefoon nog in de houder zit in je auto. Hey, je bent naar de kapper geweest. Hey, ze krijgen me uitlachen of? Nee, ik vind het gewoon heel lelijk, dus dat dan. Ik vind jou sowieso heel lelijk. Jij zei ook tegen mij dat mijn kapsel lelijk was dan de eerste keer. Ik maar maak een grap. Ik maak ook een grap. Hij is mooi. Ja? Waar ben je naar de kapper geweest? Ah, hij ziet er mooi uit. Maar nog veel belangrijker, hè? Ik heb iets gekocht. Heb je iets gekocht? Ja, en daar is het in de vlog best wel veel over gegaan. Nee. Ja. Laat het zien. Holy shit. Dit is echt een moment. Dit is niet normaal. Wat eerst? De keukenrol van Gio. Ja. De keukenrol. Er zijn mensen die het gebruikt hebben, heb ik gezien. Waar hebben we nu iets? WC-papier! What the fuck? Holy shit, jongens! Ja, dit is echt bizar. Ik dacht dat het nooit meer zou komen, maar. Nee, dit is echt een heldendaad. Zo zie ik het. Een heldendaad. Ja, en ik heb ook vervangen. Oh, kijk. Een nieuwe versie. Jeetje. Ja. Potje Andorie, zeg. Mijn dagtaak zit er weer op. Ze kunnen weer lekker scheiden. Dit is dus het kerstcadeau wat ik ga geven aan Ella. Maar wanneer ga je het geven? Straks, want ik zie haar niet meer met kerst. Maar kijk. Zo, jezus, man. Ja, zij vindt deze echt heel dik, ja. Ik weet niet, ik weet niet. Je lijkt wel een Oompa Loompa, man. Een Oompa Loompa? Ja, ik weet niet, maar dit is gewoon een vette bril. Het zijn ook brilletjes die een beetje... Bij mij staat die ook totaal niet, dat weet ik. Het lijkt me alsof je gaat lasergamen. Of iets, ik weet niet, heel futuristic. Dit is dus de bril die ik aan Ella ga geven. En kijk op deze. Een Prada. Voor jezelf ook? Ja. Maar dit is eigenlijk bijna dezelfde als die andere, qua vorm. Ja, maar deze staat beter bij mij. Ja. Ik vind het hetzelfde staan. Toch? Ik vind het heel dik. Ik ben hier wel blij mee. Geef mij eens. Is het wat? Ja, staat wel goed. Waarom lach je dan? Nee, het staat gewoon goed hoor. Meestal reden wij dus altijd mee met onze ouders. Maar weet je wat het chillen en het voordeel daarvan is? Mijn moeder maakt altijd van die hele lekkere broodjes. En wij zaten lekker achterin te chillen. En dan kregen we lekker een broodje. Maar nu moeten we voor onszelf zorgen. Dus we gaan eventjes naar de winkel. En dan gaan we een broodje halen. Wil je niet voor jezelf zorgen? Nee! We gaan de auto leeg scheppen. Ja, dat is echt niet normaal, jongens. Ik vind het zelf ook. Ik ben ook eigenlijk blij dat dit nu moet een keer. Want we moeten natuurlijk nu koffers mee. Maar mijn achterbak. Maar andere kleur is, man. Geen ja, het is chill, hè? Ja. Oh. Die nemen we mee. En ik wil ook graag mijn voetbalschoenen mee en mijn coolbox van Coca-Cola. En misschien dat we ook op de piste gaan padellen, dus je weet het zeg maar nooit. Je weet het nooit, hè. Nee. Heb je een microfoon in je auto? Ik heb een microfoon in mijn auto. Ik ben zo ton. Ik ben zo ton. Ik ben niet Anton. Zo jongens, dit uitzicht met deze ruimte. Wat is het? Heb ik in 2 jaar niet gezien of zo? Echt lijp. Dit zijn dus alle spullen en ik ben nu met je alles een beetje in tas aan doen. Dit kan weg. Of nee, dit moet juist... Heeft Ruben wel een goede zak meegenomen? Nou, ik weet het niet. Maar goed, kijk, dit is dus ook handig. Ik heb ooit van Coca-Cola een coolbox gekregen. Maar we willen morgen in de auto's ook allemaal drankjes meenemen. En gewoon broodjes en zo. Dat kan dus perfect nu in deze coolbox. We hebben net boodschappen gedaan voor morgen in de auto. Maar we moeten dus even nu nog het huis schoonmaken. We willen het wel een beetje netjes achterlaten voor Wimbledon. Ik moet dus nog ook alles wassen. Ik kwam erachter dat ik dus al mijn spullen vanuit Londen heb ik nog niet gewassen. Ik heb gewoon nu elke keer andere kleren aangetrokken. Dus het is misschien wel even handig als ik dat ga wassen. Anders heb ik niks, anders heb ik helemaal geen kleding op vakantie. Maar goed, ik ga straks richting Ella. Maar goed, ik ga straks richting Haarlem om mijn vader en Ella te verrassen. En daarna neem ik Ella weer mee naar hier. En dan gaan we naar Winterwonderparadijs, Winterwonderland, Winterparadijs. Dat was hem. Winterparadijs. Jelle komt ook met Bo, Gio komt.
Amber gaat mee, Ella gaat mee, ik ga mee. Dus het wordt één gezellige boel. Kijk jongens, ik heb inpakpapier. Ruben had het ooit gekocht. Dit is wel leuk om de cadeautjes ook in te pakken. Anders is het natuurlijk minder een cadeautje. Alleen, we hebben geen plakband. Jongens, dit is ideaal. Het kan gewoon niet beter. We hadden nog tape. Het is wel een hele grote plakband, maar het is gelukkig wel doorzichtig. Dus we kunnen er wel mee. Dit denk ik zo. Dit zo. Nou, ik doe dit nog best goed. Ik ben positief verrast over mijn inpakkunsten, jongens. Ik had jullie gisteren verteld dat die echt wat lager is en dat ik daarmee moet opletten bij stoepjes. Maar ik kwam dus gisteren hier de heuvel af, de helling af. En ik hoorde opeens... Had ik dus de voorkant geraakt. Ja, gelukkig is het plastic. Maar kijk hier, nu voelt hieronder zeg maar, voel je nu karteltjes. Maar ja, je ziet het niet. Maar ik moet echt een beetje gaan opletten, jongens. Want hij is echt lager dan normaal. Daar zijn we. Hallo? Hi. Volk! Meneer, omdat jij elke keer de verkeerde bril pakt en dan zegt, nou ik wil ook zo'n bril. Nee. Wel, dan pakt hij deze en dan zeg je wel een goede bril. Het is wel een goede bril. Dus? Is het geen verrassing? Je weet het toch al? Ja. Hij wil deze wel heel graag. Het zijn echt hele goede brillen. Jij krijgt niet. Leuk. Om niet op te filmen. Oei. Oh. Kijk eens. Oh. Oei. Ja, kijk. Het is wel echt een goede bril. Ja. En hij zegt ook, er zit hier in deze bril zitten zulke goede glazen. Zeg maar, hij zegt, er zijn sommige zonnebrillen van Prada, die zijn fucking duur. Maar hij zegt, deze zijn ook duur, alleen dit zijn echt hele goede glazen. En voor autorijden is het ook heel goed, want het zijn wel donkere glazen. Ja, ik ben er heel blij mee. Ja. Dankjewel. Ja. Ja. Gedaan. Kerstcadeau. Nee, hey, is het ook niet? Nee. Voor mij. Dat is voor Ella. Oh. Ik ga nu richting Ella. Dan ga ik Ella ophalen. En ik zei tegen haar dat ik waarschijnlijk vandaag het cadeautje had. Maar ze weet niet wat het is. Dus ik had er net aan de lijn. En ze vroeg ze van... En krijg ik vandaag mijn cadeautje? En ik heb gezegd... Nou ja, het is helaas niet gelukt. Maar ik denk dat je hem dan na de vakantie krijgt. Ik ga morgen natuurlijk weg. Dus ik denk dat je hem na de vakantie krijgt. Dus zij verwacht nu helemaal niks. Maar ik ga hem straks hier in mijn dashboard leggen. En dan zeg ik... Je moet even mijn dashboard kijken. En dan zeg maar als die... gewoon als verrassing zeg maar. Maar het enige nadeel, jongens, is het is echt pokken weer. Het is aan het regenen. En dat winterparadijs, dat is volgens mij gewoon buiten. Dus, ja. Lekker is dat. Hi. Hi, ik ben er. Kan je naar de deur komen? Nee, kom maar hierheen. Nee, want het moet wel regenen. Oké, ik kom naar de deur. Daar komt ze. Daar komt ze. Ik ben echt benieuwd hoe ze gaat reageren. Kom maar hoor, het is lekker weer. Welkom bij de grote spelshow. Oh, ik moest haar echt op letten. Ik kreeg er echt veel reacties op. Wat? Dat wij als Mongols tegen elkaar praten altijd. Echt? Ja. Oh. Kijk eens in het dashboardkastje. Waarom? Doe eens. Nee. Doe eens. Wat heb je daarin dan? Ja, een geheimpje. Oh, schatje! Ja, ga maar kijken wat het is. Jij is stiekem, hè? Ik vind het altijd een beetje kut. Zo, een cadeautje uitpakken met dan... Met een camera op je gezicht. Oh, ik weet het al! Ja, dan heb je hem eindelijk, hè? Ja! Oh jee, oh. Die is mooi, Sam! In het zwart? Ja. Wow. Mooi. Ja, hij staat wel goed. Dankjewel. Zo. Eindelijk is het gelukt om een kerstcadeau te kopen. Nu ik nog. Ja, maar ik heb geen haast. Hou op. Ik heb geen haast. Wel een cadeautje voor mij, hoor. Hij is dik, hè? Ja. Ja, ik vind hem zelf... Ja, ik weet niet. Ik vind hem zelf dus niet zo hard. Maar voor mezelf, zeg maar. Nee, maar het komt door dat ronde ding. Ja, ronde, maar hij is wel gaaf, hè? Postuur, ja. Ronde postuur of ding. Nou, en nu lekker naar Winterwonder of naar Winterparadijs in de stromende regen, jongens. Heerlijk! Heerlijk! Ja, ben je er blij mee? Ja. Jezus, Finn. Hallo. Wat? Hier is echt een bom ontploft nu. Ja, ik kan moet jij je koffer heen pakken? Nee, ik ben al helemaal voorbereid. Hey, hebben we zin in de regenwonder winterland? Regenwonder? Het regent heel hard buiten. Echt? Ja. Hey, heb je de schildjes opgehaald? Ja, ik heb de schildjes opgehaald zodat onze rug niet breekt op vakantie. Maar wat heb je opgehaald eigenlijk? Hè? Wat heb je opgehaald? Nou, gewoon. Nee. Ik was in de buurt, ik dacht ik neem een schildje mee. Kijk, jongens.
Ella vroeg het net ook al, maar dit is een soort van schildje wat je op je rug doet. Dat als je op je mel gaat, dat het geen pijn doet en dat je niks breekt. Jullie horen dat niet, maar jullie zeggen zo, de liefde had net een man langs. Je zegt zo, gast, kappen, lopen allemaal mensen langs. Goeiemiddag. Hey. Gast, het lijkt echt een hotel hier, hoor. Ja, goed, hè? Die uit entree. Wat de hek, ouwe. Je moet een keer in mijn huis komen. Ja, dan. Hey. Ja, het lijkt echt op een hotel, hè? Gast, wij zitten echt onze ogen uit te kijken. Maar weet je wat het komt? Zeg maar, het interieur is gedaan door een hotelstylist. Dus zeg maar, dat verklaart wel een hoop. Ja. En het ruikt zelf ook echt lekker. Het ruikt wel naar rituals. Oh ja, misschien ruik ik dat niet meer. Ik zou van op de gang of daar beneden kunnen wonen. Ja. Zo, ja, nou. Welkom! Ik was mijn pasjes kwijt en moest de tickets hebben, jongens. Dat is belangrijk. Ja. Maar, we gaan er vandoor. Gio staat beneden. Wat zeg je? Genoeg? Ja, ik heb er 10. Rukkelijk. Daar zitten we met z'n vier in de auto. Waar is je afstand dan? Hier. We gaan ook schaatsen, want je kan dus ook schaatsen bij Winterparadijs. Ja, kaartschaatsen. Kaakschaatsen. heb je, hoe lang heb jij niet al geschaatst? Oh. Ik ging in Londen weer schaatsen, dat is raar. Ja, fucking lang niet geschaatst. Ik ging in Londen weer schaatsen, was echt gek. Daar ging al vorig jaar. Ik kon het niet meer hoor. Vorig jaar al geschaatst op natuurijs. Natuurijs. Ik had het ook niet zo goed. Oh, daar is Gio. Kijk eens even, zijn we. Winterparadijs. Een reuzenrad. Echt reus is dat. Daar durf jij niet in, hè? Nee, Ella gaat erin. Ella durft niet in het reuzenrad. Het gaat wel heel snel. Durf je wel in die zweefmolen? Durf je dan juist wel of niet? Oh, daar wil ik ook wel in die zweefmolen daar. Daar naar ver dit. Ja, dan moet je sushi erbij uit. Alleen het regen. Dan moet je sushi erbij uit, denk ik. Ik vind het wel zo cute dat wij zeg maar... Oh, ben je nou weer aan het vloggen, bro? Ik vind het zo cute dat wij elkaar opeens zoveel zien. Ja, ik ook. Leuk, hè? Ja? Waar zou het door komen, bro? Ik heb geen kapsel. Oh, jongens, ik ben wel benieuwd. Waarschijnlijk zijn er ook allemaal shows en zo en allemaal leuke dingen. Het enige stomme is, er is een deel buiten en het is wel een beetje aan het regenen, maar we gaan het beste van maken. Nou, kijk eens even hoe gezellig het hier is, joh. Hey El, alsof we net terug zijn naar Londen weer, hè? Bij het Winterwonderland. Nee, we zijn. Alsof we er weer zijn, dat bedoel ik. Hé, hey, hier schatten. Hey, je kan daar van zo'n tube af. Oh, dit is top, jongens, dit is top. Je hebt een binnenschaatsbaan. Kijk, man. Oh, kijk eens even. Jongens, ik heb een biertje. Maar ik moet wel een beetje rustig gaan. Want we moeten morgen om 9 uur gaan wij rijden richting Oostenrijk. Dus ik moet wel een beetje fris zijn. Serieus? Ja. Echt? Ja, echt. Ik ga morgen rijden naar Oostenrijk. Ik heb morgen voorzichtig. Ja. Kunnen jullie schaatsen? Ja, bro, sowieso. Broer, ik kan zo'n pirouetje. Ja, ik schaats achteruit. Broer, ik schaats op z'n kop. Ja? Broer, ik heb niet eens schaatsen nodig. Ik ook niet, bro. Broer, kom, zonder op blote voeten. Wat een mooie ding. We hebben ze. Ik vind ze wel mooi. En wat een ding, hè. Zou ze mooi geslepen zijn? Ja, denk wel. Dit zijn wel blitzers. Jij ging toch op blote voeten? We gaan weer schaatsen. Deze keer mag ik wel mijn camera meenemen. Woe. Let's go. Oh, dit is elke keer zo wennen weer, hè? Heel erg, niet normaal. Was hij? Het is wel weer leuk. Hey, je hebt zoveel filmpjes over die mensen zelf. Net als zeep, joh. Ja, maar, ja, dat schaatsen. Ruupje doet het fantastisch. Ik heb even nooit zo'n kunnen afhalen. Wees ook even. Oh. Kijk eens wie ik tegenkom, jongens. Nou, de vriend van mij. Het gaat wel goed, boys. Lekker bezig. Dit gaat perfect. Ik moet wel zeggen, deze schaatsen zijn wel beter dan in Engeland. In Londen waren de schaatsen wel echt slecht. Ja, kijk hem uit. Schaatsen blijft een risicosport, jongens. Broer, je gaat hard. Broer, wat kan je excellent schaatsen, zeg. Ja, dit is een topplan. Nee! Wow, dit is perfect! Nee! Hey, dit gaat nog best goed. Wacht op haar! Rustig aan. Daar gaan we! Ja, mooi. Oh.
niet? Nee, ik heb al een buikkrampje. Buikkrampjes. Oh, nou jongens, we hebben net lekker geschaat en het is wel leuk. Dit zijn allemaal gewoon tentjes waar je een beetje drinken kan halen en eten. Dus we gaan even lekker een Oorzaar Martini drinken. En, oh, jassen weg! Lekker! Jassen weg! Jassen weg! Aan de kant! Dit is belangrijk! Ja, dit is echt prioriteit nummer 1 vanavond, jongens. Nee. Twee handen pas op, pas op, hij FOMO. Hij moet ja, pas nou op, jongen. Hij doet het echt. Ja, hij doet het echt, hij FOMO. La 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 la. Handje voor de sfeer. Voor de sfeer. Ja, ja, ja. Wat doe je? Nee. Nou ja, zeg. Hij is echt niet meer. Oh, dat mag. Ja, je mag toch. Ja. Bootje, oh, Bo, kijk uit. Terugkomen. Nee. Ella is in de wilde bui, jongens. We moeten oppassen. Au! Au! Idioot! Oh. Ophouden. Ja, maar, echt. Ik ben echt, zeg maar. Zo ken ik hem. Nee, zie je, ze rent ook weg. Maar ik ken haar helemaal niet zo. Ja, maar zij slaat me. Als ik soms thuis ben, dan probeer ik ze. Ella, kom jij even hier? Zo echt ongehoorzaam. Vincent, gaat het, jongen? Moet je huilen? Als Ella, soms Ella gaat mij dan slaan. En dan zegt ze zo van, stomme Vincent. En dan denk ik, nou, Ella, we gaan huilen, man. Ja, loop maar weg. Ren maar weg voor je problemen. Mag ik rijden? Ja, ben je gek? Nee, laten we dat doen. Ik wilde echt net zeggen, Ruben heeft vanavond niks gedronken, dus Ruben is de Bob vanavond. Dus dat is perfect. Wat doe jij? Ja, kom er maar uit. Ik zit gewoon mijn auto te mollen. Nee! Ze maakt gewoon een kras op mijn auto. Op jouw auto? Ja. Op die andere. Oh ja, maar dan is het oké. Ja, dat maakt niet uit. Dan is het goed. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik ga morgen op vakantie, dus ik ga maar lekker slapen. Het is momenteel 00:30 en we hebben lekker drankje gedaan. Ik voel hem wel, maar dat is oké. Dames en heren, ik zie jullie morgen. Later!